Vanavond stond de nieuwste aflevering van het spraakmakende programma Merit at First Sight op het programma. Opmerkelijk genoeg is er wederom een deelnemer die in het middelpunt van de belangstelling staat, zei het niet op een positieve manier. Na Anneke is nu Malou onderwerp van felle kritiek en de sociale media laten er geen gras over groeien. Malou werd aan Sarat gekoppeld, maar net zoals bij het voorgaande koppel Anneke en Dirk, Bleek hun huwelijk niet bepaald een succesverhaal te zijn. De kijkers hebben Malou echter als hoofdschuldige aangewezen voor de ontluikende problemen. Ondanks Zarad's optimisme lijkt Malou hem nog wat onnodige trappen na te geven. Opvallend was haar directe teleurstelling bij het altaar, waar ze haar aanstaande beoordeelde met de woorden: Hij was niet iemand waarvan ik dacht: wauw, daar krijg ik een heel warm gevoel van. In een verbazingwekkend korte tijd van anderhalve dag wist Malou al dat Zarat niet haar ideale levenspartner was. Presentator Carlo Bossart merkte op dat dit wel erg snel was, wat Malou tot boosheid dreef: als je mij niet laat uitpraten en continu het gesprek overneemt. Op sociale media lijkt de kritiek op Malou geen grenzen te kennen. Op een platform schrijft een persoon de definitie van Borderline. Een ander suggereert dat Malou wel honderd verschillende persoonlijkheden heeft en daarnaast nog eens natrapt naar Sarat. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Malou psychiatrische hulp zou moeten zoeken, waarbij ze als knettergek en achterbaks wordt bestempeld. Onder de reacties overheerst het thema van verschillende persoonlijkheden. Een zekere Lucia brengt zelfs de term schizofrenie in het spel. Lientje Vis toont medelijden met Malou. Met zo'n zuur karakter stoot je iedereen af en zal je uiteindelijk zonder vrienden eenzaam eindigen. En dat is zielig, het lijkt erop dat Malou niet alleen haar huwelijk, maar ook haar reputatie in het programma op het spel zet. De reacties op sociale media voeden de speculaties en laten de kijkers achter met een zee van vragen over wat er nog komen gaat in Merit at First Sight.